De stijgende lijn van dengue-gevallen blijft aanhouden. Bij de huisartsen spoedpost Paramaribo HASP is dit ook het geval. Arts Jurgen Grens, die oprichter is van de stichting HASP, zegt tegenover onze redactie dat in die 2 maanden dat de spoedpost weer operationeel is, zij ook gevallen hebben gehad van dengue. Ja, we hebben doorgaans wekelijks wel een geval dengue. Ik denk zelf tussen de 1 en 10 mensen die met dengue worden gediagnosticeerd bij ons. Dus het komt regelmatig wel voor bij ons op de spoedpost. En die mensen die overleggen met de internist en die gaan vaak ook of naar de internist of ze zijn wel goed om terug te gaan naar huis. Belangrijk is wat de patiënt zelf voelt. Kijk, als je je ziek voelt en je voelt je ellendig, dan moet je gewoon naar een dokter gaan. En die dokter gaat dan bepalen van oké, dit kan dan dengue zijn. En kijk, als je echt aan het klapperen bent, hoge koorts hebt en dat soort dingen, dan moet je gewoon naar een huisarts toe gaan. En dat is een reden om dan bij ons te komen. Of bij een andere huisarts, hoeft niet per se bij ons, maar het is belangrijk dat u dan in ieder geval naar een dokter gaat. De meeste dengue-virusinfecties verlopen zonder ziekteverschijnselen. En wie symptomen heeft, vertoont milde verschijnselen. Rens benadrukt dat onderzoek vaststelt als iemand dengue heeft opgelopen. Meestal doen ze dat op basis van de kliniek. Ik moet even naar mijn Surinaamse doktoren vragen hoe dat precies op basis van de kliniek. En soms doen ze ook het bloedonderzoek om te kijken naar infectieparameters in het lichaam. En op basis daarvan zegt ze nou, het is dengue. Volgens het BOG zullen zij naar hotspots trekken voor meer activiteiten in het kader van bewustwording en preventie. De milieuinspecteurs zullen in de ochtenduren langslopen in de buurten waar er spuitwerkzaamheden verricht zullen worden om de bewoners voor te bereiden op de bespuiting die in de middag zullen plaatsvinden.